Zo, hier sta ik dan in Nevada, midden in de woestijn. En ik sta hier naast, dit is die Gigafactory. Nou, kijk eens even hoe giga die is. Hij gaat maar door. Het is gigantisch. Maar wat eigenlijk vooral interessant is, is dat er nu 3 segmenten van de 20 die er gemaakt gaan worden pas klaar zijn. 14% is op dit ogenblik pas klaar. En ik heb een rondleiding gedaan in het Engels, die je in een andere video kunt kijken. Ik zal even laten zien wat er nou, even vertellen wat ik tot nu toe heb geleerd. A is het interessant, ze werken dus met Panasonic samen. Panasonic heeft het gedeelte van de fabriek ingericht in het begin. Die maken de cellen. Ze hebben een nieuwe cel gemaakt, die is iets groter. Die is 21 mm en die heeft wat meer capaciteit. Ongeveer 20% meer capaciteit en 10% meer volume. Dus de 18650 die wordt niet meer gemaakt. Het wordt nu de 2170, zoals die bekend staat. 20% meer voor capaciteit en 10% meer volume. En dat gaat het ook goedkoper maken. Het tweede, Panasonic maakt dus al die cellen, die richten ook die hele fabriek gewoon in. En Tesla koopt ook gewoon die cellen van Panasonic. Maar ja, omdat ze dus gewoon al het basismateriaal hierheen voeren, en al die cellen hier gemaakt worden, wordt dat gewoon goedkoper. Maar eigenlijk is het gewoon een kleine fabriek van Panasonic die de basiscellen maakt, waar ze dus gewoon miljoenen en miljoenen van gaan maken. Vervolgens is dus, zien we allemaal het vervelg. Worden die cellen gebruikt in verschillende producten. Dus enerzijds worden ze gebruikt in stationaire producten. Dus de Powerwall en een grotere versie van de Powerwall met 100 kWh die aan powerbedrijven worden verkocht. En ze denken dat deze fabriek uiteindelijk dus 2 keer de capaciteit, de wereldcapaciteit gaat verdubbelen. En de helft zal ongeveer gebruikt worden voor auto's en de andere helft voor energie. Maar dat hangt een beetje af van de vraag. Op het ogenblik maken ze dus Powerwalls hier. Ze gaan hier geen Model S batterijen maken, batterijenpakketten. Ze gaan hier alleen maar Model 3 pakketten maken. En dat gaat dus gewoon binnenkort beginnen. Maar dan moet hier nog gewoon, 84% van de fabriek moet hier nog afgemaakt worden. Maar wat we al zagen, was al gewoon heel indrukwekkend. En ze waren ook lekker open, we konden overal heen gaan. Het is een filmpje van ongeveer 20 minuten waar je doorheen kunt, waar je gewoon eventjes kunt kijken. Het is niet echt het allerbeste materiaal, want het is gewoon een tour. Maar je krijgt in ieder geval een beetje een indruk hoe, hoe zo'n batterij gemaakt wordt. De kathode, de anode, de metalen omgeving. En daarna hoe alles in producten wordt neergezet. Waarom ben ik nou in godsnaam hier in Nevada? Waarom ben ik hier nou in godsnaam gekomen naar een fabriek die zeg maar 14% klaar is? Omdat, dat is eigenlijk een beetje een rare vraag. Waarom zijn al deze mensen hier achter mij in een tent, waarvan ik denk dat er zeker 1500 tot 2000 mensen zijn, uit alle kanten van de wereld zijn hier gekomen. Iedereen heeft wel een Tesla, maar de ene heeft 50 mensen aangebracht en de andere 30. En de ene heeft weer een Model X gekocht. Allemaal mensen die hebben allemaal iets hier met Tesla. En die zijn hier allemaal naar die fabriek gekomen omdat ze toch denken dat het een beetje, dat dit toch heel bijzonder is, dat dit historisch is. Dat hier gewoon iets gedaan wordt, en dat zei Elon Musk vandaag er ook. Hij zei van we moeten iets doen wat de naald gewoon een eindje verder brengt. En daar hebben we schaal voor nodig en we hebben prijs voor nodig. Nou, en dat gaan ze dus met deze fabriek zeker doen. De schaal is dik in orde, gigantisch groot. En alle naysayers die worden dus echt gewoon ook, die staan toch wel een beetje te kijken. En wat ik ook interessant vond, is ik heb met allerlei ingenieurs gesproken. Tesla heeft gewoon een bouwbedrijf erbij gezet. Dit gebouw wordt dus gewoon door Tesla zelf gemaakt. Ze hebben allemaal mensen uitgenomen uit de shipping-industrie. Ze hebben mensen uitgenodigd uit de militaire industrie, uit de bouwindustrie. En die werken hier allemaal samen. Dat zijn product-ingenieurs. En die hebben als opdracht gekregen, maak een Model S-achtige fabriek. Het moet gewoon Model S zijn. Het moet nieuw zijn, moet innovatief zijn. En doordat ze dus ook zo samen hebben gewerkt met Panasonic, maar überhaupt met nieuwe gedachten, kunnen ze nu 3 keer zoveel apparaten kwijt in deze fabriek als oorspronkelijk gepland. Ze wilden hier batterijen maken voor 500.000 batterijen. Het zijn nu batterijen geworden voor 1,5 miljoen auto's. Of de helft voor energie en de andere helft voor auto's. Dus ze maken al 3 keer zoveel beter gebruik van het volume wat hier gebouwd wordt. Ze hadden ook een 3 keer kleinere fabriek kunnen bouwen. Maar goed, daar kun je dus over twisten. Maar ze zijn dus echt, terwijl dat ding aan het bouwen is, zijn ze gewoon ook de hele inrichting aan het designen. En ze hebben daar gewoon een aparte
Tesla-bedrijf, het Tesla-bouwbedrijf voor opgericht. Want er wordt gewoon veel meer van dit soort gebouwen hier in de toekomst neergezet. Dit is versie 1, er komt nog een versie 2, er komt nog een versie 3. Elon heeft ook wel een beetje becijferd dat we eigenlijk 100 van dit soort fabrieken nodig hebben om een flink percentage te doen. Ja, want hier kunnen dus 1,5 miljoen auto's per jaar worden gemaakt. Als je het alleen maar voor auto's zou gebruiken, ja, dan worden er 90 miljoen per jaar nog gemaakt. Dat aantal zal enorm naar beneden gaan op het moment dat autonomous rijden wat populairder wordt. Maar goed, dan heb je dus gewoon al zo, zeg maar 750 maal 10 is 7,5 miljoen, maal nog een keer 10 is zeg maar 75 miljoen auto's. Je hebt 100 van dit soort fabrieken nodig om op een gegeven moment alle auto's elektrisch te maken. Nou, Tesla zal geen marktaandeel krijgen van 50% van alle auto's, maar ze gaan in ieder geval met deze stap gaan ze van 100.000 nu, wat ongeveer de capaciteit is, gaan ze naar 300.000, 400.000 auto's, 500.000, 1 miljoen in 2020. Ja, en als ze dan nog doorgroeien naar 2 en naar 5 miljoen, dan beginnen ze echt marktaandeel te krijgen. Want ja, om je een idee te geven, Volkswagen en Toyota en Ford, die hebben allemaal tussen de 8 en de 10 miljoen auto's. Dus Tesla is op het ogenblik nog een dwerg. Maar een dwerg die brult, een dwerg met plannen, een dwerg met enthousiasme. En als je zag ook hoe Elon Musk hier verwelkomd werd als een enorme held en gewoon eigenlijk op een hele studentenkoze manier begon te vertellen over ja, wat er met deze fabriek bezig was. Dat ze nu al 3 keer de capaciteit hadden en dat ze een beetje schaal moesten maken om op een gegeven moment de wereld echt een stapje verder te maken. Zijn ambities zijn wereldwijd, zijn stijl is studentenachtig en hij is razend populair bij deze mensen. Want elke dag als ze in een Tesla stappen zijn ze gewoon blij. En natuurlijk voor de rest van de mensen is hier dan ook gewoon de Model 3 die je hier achter me ziet, daar heb ik ook een filmpje van, zal ik er achteraan plakken. En dat is dus echt ook wat de middenklasse kan gaan kopen. Ongeveer 50% van de mensen heeft genoeg geld om dat soort auto's te kopen voor 35.000 euro. Dus dat is echt wel een beetje een marktaandeel. Nou, dit was voorlopig even mijn indrukken uit Nevada, in de woestijn, in the middle of nowhere, met heel veel ruimte. Deze fabriek gaat nog 7 keer groter worden. Met een enorme laag batterij, een enorme laag solarcellen eroverheen. Het is hier hartstikke interessant en het is leuk om hier te zijn. Ik heb nog andere filmpjes gemaakt. Mensen die gewoon bij de supercharger aan het wachten zijn. Mensen die gewoon vertellen over hun nieuwe Model X die ze krijgen. Allemaal hartstikke leuk. Check it out en ik zie je weer in Nederland.